Een pannetje om je eten te maken. Dat is ook wel handig. Het nemen van een vesting is erg lastig. In al de tijd dat Bourtanger gestaan heeft als vesting, is het nooit gevallen. Er zijn niet veel vestingen die gevallen. Er staan een heleboel kanonnen om de vesting heen, je beschiet op de vesting. Dat levert schade op. Als de vesting zich op korte termijn overgeeft, dan moet je natuurlijk wel een beetje verdedigen. Als we die verdediging een beetje kort houden, dan kan de bezetting van de stad, van de vesting, kan zich met eer overgeven. En als de vesting storm in de hand genomen wordt, wordt de vesting letterlijk storm in de hand genomen. Worden er geen gevangenen gemaakt. De troepen die ingeland zijn, hebben het niet gehaald. Er wordt een beetje gesproken, we zijn kennelijk nog wat gewonden. De troepen op de andere hoek zijn ook in gevecht. Het is niet helemaal duidelijk. Er komen nog een paar man bij, zo te zien. Dat zijn inderdaad ook de momenten dat je met elkaar in onderhandeling gaat en eens gaat praten. Gebeurde dat praten nou veel? Nou, in de grote veldslag niet. We hebben al wat gemanoeuvreerd, waarbij steden bezet waren, terwijl de linies tegenover elkaar stonden, gebeurde dat vrij veel. Dus op plaats, ik vind het helemaal niet erg als er op aan de andere kant van de rivier een andere soldaat staat en heeft geen reden om zomaar op hem te schieten. Hij zou namelijk terug kunnen gaan schieten, dat is vervelend. De artillerie stopt er inmiddels mee, gaan verkassen. Kennelijk heeft de geallieerde commandant zoiets van: dit gaat hier niet werken.
Er zitten inmiddels te veel Franse soldaten op de wal. Papa! De gewonde troepen worden weer teruggehaald, zo te zien. Schermelijk is er inderdaad een afspraakje gemaakt. En had de vesting nog even stand? Dan is nu de vraag wat er...